we kunnen spreken van meer dan een crisis. En wel een crisis in het bestuur. Het bestuur, deze regering, zegt Matura. Zij heeft er ook geen woorden voor wat deze regering allemaal heeft gedaan met de kasreserves. En dat de vicepresident dan ook nog kan aangeven dat het is uitgegeven aan basisbehoeftes van het volk, terwijl men duidelijk heeft aangegeven ten aanzien van de kasreserves dat het bijvoorbeeld dat de regering alleen daaraan zou mogen gaan voor belangrijke investeringen, buitenlandse investeringen, maar niet voor consumptie. En toch heeft deze regering zich daaraan schuldig gemaakt. U hoort parlementariër Krishna Matura van de VHP. Het interview is vastgelegd door Raj Mahango. Kunnen wij praten over een regelrechte crisis? Of is het woord toch wel een beetje zwaar overtroffen? Het is een hele zware crisis in het bestuur. Het is zelfs een heel gevaarlijke situatie. En waarom ik dit zeg, het vertrouwen is compleet weggevallen in de regering. En kijk, waarom ik dit zeg, is wanneer banken afspraken maken met de Centrale Bank van Suriname en die afspraken worden vastgelegd in een convenant en de regering houdt zich niet aan deze afspraken, dat betekent dat de regering totaal niet te vertrouwen is. En banken, het heel financieel systeem van Suriname, is gebaseerd op vertrouwen. En als je dit niet eens kan rekenen op de Centrale Bank, hoe moeten wij burgers dan die regering gaan vertrouwen? En de regering geeft het toe. De regering geeft toe dat het geld gebruikt is. Terwijl in de convenant staat dat het geld op geen enkele manier gebruikt zou moeten worden. Het staat zwart op wit. Er waren 5 afspraken. Dat geld zou alleen gebruikt kunnen worden voor buitenlandse investeringen. Dus op de aandelenmarkt. En daarover moest niet de centrale bank beslissen, niet de regering beslissen, maar de banken. Er zou een beheerscommissie worden opgezet bestaande uit mensen van de centrale bank, verzekeringsmaatschappijen en van de banken. Dat is afgesproken. Dat geld zou op een buitenlandse rekening met een A-rating worden geplaatst. Dus iemand die heel hoog is aangeschreven. En wat doet de regering? Daar zie je eigenlijk datgene wat wij als partij constant hebben geroepen, is duidelijk geworden dat er geen scheiding is tussen de centrale bank en politiek Suriname. Dat het één enkel lichaam is, want de onafhankelijkheid van de centrale bank is compleet weggevallen. Dus als, en dat zie je dus, die trend zie je bij DNA, dat de DNA niet controleert meer de regering en de regering doet wat hij wil. Nu zie je een andere controle op apparaat, de centrale bank, die eigenlijk het monetair beleid, verantwoordelijk is voor het monetair beleid, maar ook de waarde van de SED, dat het één body is, één lichaam is, regering en centrale bank zijn één. Dus dat is helemaal niet goed voor Suriname. Dat betekent dat de regering echt alle macht in handen is en niemand kan de regering nu controleren op machtsmisbruik. En u weet dat macht corrompeert. Macht heeft geleid tot zoveel schandalen. Niemand in Suriname is nu in staat om die overheid te controleren. En dat is een crisis in de democratie van Suriname. Een hele grote crisis in de democratie. Dat zou je niet willen. En heeft de vicepresident met zijn uitleg wat licht doen schijnen? Nou, het enige wat heel goed was, is dat hij heeft gezegd dat wij inderdaad dat geld gebruikt is. Dat heeft hij bevestigd. Maar wat ermee verder is gedaan, uien en aardappelen en weet ik veel wat, basisgoederen, dat is zo'n kletspraat, om het zo te zeggen. Dat is zo below the belt. Dat is een VP onwaarde. Dat zou je niet moeten hebben. Ik bedoel, en dat je andere mensen, in plaats dat je bij jezelf te raden gaat, van ik heb een convenant getekend met de banken en ik moet me houden. En je zegt nu, gewoon als VP, van ach, dat geld was bij ons. Dus je liegt en dat praat je goed. En het tweede wat de VP heeft gedaan, is dat hij eigenlijk anderen beschuldigt. Dus hij liegt, dat is niet erg.
Maar wanneer anderen aan de bel trekken en aandacht vragen, dan bestempelt hij halve hoofden, leeghoofden. Ja, dan bestempelt hij die mensen als halve hoofden en leeghoofden. Nou, dan moet je bij jezelf gaan kijken of je wel een hoofd hebt. Weet je, want dat is bij mij heel belangrijk. Van, je bent de VP van het land, je bent geen kleine jongen. Je hebt een verantwoordelijke functie. Weet je, hoe denk je dat wij als samenleving voort moeten gaan in dit land? Vertrouwen wordt verondersteld. Maar wantrouwen ontstaat wanneer het vertrouwen geschonden wordt. En deze regering heeft vanaf dag 1 het vertrouwen van het volk geschonden. Het is begonnen met de economie gaat goed, ziet er rooskleurig uit en daarna moest er gedevalueerd. Nou, vanaf het begin zoveel incidenten achter elkaar, achter elkaar, achter elkaar. Nu dit gigantisch schandaal bij de centrale bank. Eerder hebben we gehad bij de SPSB. Alle grote activiteiten is vol met incidenten. Dan is aanbestedingen vinden niet plaats, controle vinden niet plaats. Niemand kan de regering controleren meer. En dat is een heel grote gevaar voor burgers. Burgers kunnen nu opgepakt worden, opgesloten worden. Niemand gaat iets kunnen doen. Want iedereen is een instrument geworden. Ze hebben de politie volledig onder hun beheer. Het leger volledig onder hun beheer. Dus ze mogen doen wat ze willen. Je hoort nooit iets van de rekenkamer. Je hoort nooit iets van de klad. Dus de controleinstanties zijn uitgeschakeld. Je hoort nooit iets van de coalitie. Ze zijn loyaal en ze complimenteren de regering. De enige partij die iets zei was de oppositie en zeker wij hebben in de afgelopen periode heel kritisch zijn we geweest als VHP en constant hameren en ze hebben constant ons geprobeerd te intimideren, belachelijk te maken, te criminaliseren. Maar dat heeft ons niet laten stoppen. We zijn doorgegaan. En ik ben blij dat ik zie dat ook nu vers op staat, de DSB op staat en hun stem laat horen, de media wordt kritischer. Dus ik ben eigenlijk blij met deze ontwikkeling. Dat geeft een beetje perspectief. Toen we recent de rating hebben gehad van de Fitch, werden jullie daarvan beschuldigd dat jullie een vinger in de pap zouden hebben voor de Jinky-status. Nu met het gebruik van de kasreserves, bent u benieuwd wat nu de verklaring zal zijn van de president en of de minister van Financiën? Nou, weet je, de president, de vicepresident, al de ministers, het lijkt alsof ze schoon gewassen zijn in een wasmachine. Weet je, en ze hebben geen enkele schuld, nooit schuld van niks. Weet je, ze zijn de meest eerbare en nette burgers en integere burgers. En van alles wat er in dit land gebeurt, wordt de schuld geschoven op de oppositie en andere mensen. Maar deze mensen zijn de braafste mensen, de netste mensen, de beste kundige mensen. En ondanks dat denken zij, dat willen ze, dat is wat ze willen zeggen aan het volk. Maar je ziet dat het niet werkt. Ons land gaat niet vooruit. Ons land gaat steeds dieper het dal in. Dus ik denk dat ze nu hetzelfde verhaal gaan vertellen. Van, het is, en je ziet de VP al, het wordt zomaar ophef gemaakt. Er is niks aan de hand. Terwijl het een heel ernstige crisis is in de democratie, in het vertrouwen van die regering. Heel ernstig. Beginnen zaken nu bij de Centrale Bank van Suriname steeds duidelijker te worden, mevrouw Matoure? Nog niet helemaal. We hebben beetjes bij beetjes krijgen we die informatie. Maar het is nog heel erg onoverzichtelijk wat er is gebeurd. De regering, je ziet hetzelfde bij SPSB. Dat ze aangeven iets in het parlement en voor de rest krijg je nooit meer informatie. Centrale Bank van Suriname is er heel veel gebeurd. En ik begrijp ondertussen informeel ook dat de Raad van Commissarissen van niks op de hoogte was. Dat moet de regering komen uitleggen. Waarom heeft men de Raad van Commissarissen niet geïnformeerd? Waarom heeft men gelogen? Waarom heeft men, dit gebeurt niet nu, dit gebeurt al een hele tijd al. Waarom heeft men dit gedaan? Ik heb ook begrepen dat de auto die gekocht is voor Bureau Nationale Veiligheid. Met gelden van Bureau Nationale Veiligheid. Nou, ik moet weten dat die auto ook bij de First Lady was.
Nou, dit zijn informaties die je in de informeel hoort, maar daarover moet de regering in het parlement uitleg komen geven. En hoe langer de regering zwijgt, hoe groter het wantrouwen gaat worden en hoe groter dus de informele communicatie de overhand gaat nemen. En dat is voor de regering. Je ziet dat wij een interpellatie hebben ingediend. Andere partijen hebben dat ook gedaan. En tot nu toe, tot vandaag, heb ik niet gezien dat de voorzitter van het parlement een vergadering heeft uitgeschreven. En dat is ook een heet hangijzer voor mij, want juist het parlement is het controlerend orgaan van de overheid. En je ziet dat de leiding van het parlement alles doodzwijgt. En de regering ondersteunt in al deze wandaden en wanbeleid. Eigenlijk geeft ze met het beleid, stimuleert ze de regering deze kant op. Je zou een voorzitter moeten hebben die onafhankelijk zou zijn, die lef zou moeten hebben, die krachtig standpunten zou moeten innemen, die de kant van het volk zou moeten kiezen en niet in de lijn van de regering lopen en beschermen en verdedigen. Ook DNA-leden zouden mensen moeten zijn die daar komen zitten alleen maar. Nee, het zou de DNA-leden moeten zijn die opkomen voor het volk. En dat heb je nu niet. Kunt u dan gerust zeggen dat het lijkt meer op een Wild West situatie? Ja, als het bestuur deze wanorde toont, als een regering niet in staat is te leiden, dan krijg je dit. Dat zie je dat iedereen in dit land gaat doen wat ze hebben willen. En iedereen gaat allerlei dingen doen die niet conform de regels zijn. De regering gaat niet optreden. En dat merk je ook aan de hand van voorbeelden. Je ziet in het milieu wat er gebeurt. Je ziet met vreemdelingen die hier binnenkomen, niemand die treedt op. Het is maar Wild West. Ik heb vanmorgen een vrouw gehad die aan het bedelen was en die me in het Engels sprak. En ik had het vermoeden aan de hand van haar dingen dat het een buitenlander was. Nou, het is complete Wild West. Want deze mensen, wanneer ze straks geen banen hebben, wanneer ze straks geen eten hebben, wat gaat er gebeuren? Dan gaat men andere problemen creëren, veiligheidsproblemen. Nu al hoor ik dat ze huis aan huis lopen om mensen te vragen, hebben jullie werk voor ons, strijken, schoonmaken. Nou, dit gaat een groot probleem worden. En we hebben een regering die eigenlijk zit toe te kijken. Die is zo met zichzelf bezig van hoe kan ik de verkiezing winnen en hoe kan ik macht behouden, dat ze alle andere problemen van het volk vergeten zijn eigenlijk. Wie zouden we hoofd verantwoordelijk kunnen stellen? De president, de vicepresident, de voorzitter van het parlement zijn voor mij de drie belangrijkste functionarissen in het land die eigenlijk hebben beloofd aan het volk, wij gaan ordening creëren, wij gaan ontwikkeling brengen. En je ziet dat ze falen. Ze falen compleet in het brengen van die ontwikkeling. Dus je moet die mensen verantwoordelijk stellen, maar ook alle parlementariërs die daar gekozen zijn door het volk om op te komen voor het volk en die figuranten zijn eigenlijk daar. Ze zijn maar daar om eigen salaris. En een aantal van deze parlementariërs verdienen drie dubbele salarissen. Niet alleen dubbel, maar drie dubbele salarissen. Heel veel van die NDP-parlementariërs die hebben een andere baan, die zijn gefaciliteerd geworden, die verdienen nog op het kabinet, die krijgen allerlei faciliteiten. Ja? Maar hoe zou het volk het geld kunnen opeisen, mevrouw Matura? Dit geld van die kasreserve. Mm-hmm. Nou, ik denk, ik geloof dat op dit moment de banken geen geld moeten geven aan de centrale bank. Kijk, de banken zijn verantwoordelijk voor hun core business is het vertrouwen in het heel financieel systeem. Het vertrouwen die elke burger heeft gelegd in de directie van een bank. Weet je, ik breng mijn geld naar de bank omdat ik vertrouwen heb in de directie dat ze geen andere dingen gaan doen met mijn geld. En dat als ik mijn geld nodig heb, dat ik ten alle tijden mijn geld kan kunnen krijgen. En dat zijn mensen die $100 hebben gespaard, die $1000 hebben gespaard, want het vertrouwen in die SED is weg. Dus wat doen mensen? Ze sparen in US dollar. Nou, en vreemde valuta. Dus dat geld, dat vertrouwen moeten de banken herstellen. En de banken
moeten geen geld meer geven aan de overheid. Want die overheid is politiek verantwoordelijk, maar die banken hebben eigen verantwoordelijkheid. En zij moeten hun verantwoordelijkheid niet geven aan dus de centrale bank. Dat is één, denk ik. Ze moeten heel hard terug eisen, dat geld. En ik denk dat de beste manier om dit probleem op te lossen is een totaal ander regime. Een totaal andere regering. Dat is de enige manier wat ik zie dat het vertrouwen terugkomt in de overheid. Verantwoordelijke leiders die verantwoord bezig zijn, die echt zichzelf wegcijferen en werken voor het volk. Die deze crisis in vertrouwen gaat moeten oplossen.